is het om een kunstwerk op TFAF te hebben? Geeft dat nog een extra gevoel of maakt het u verder niet uit? Ik vind het leuk om op de TFAF te mogen komen. Ik ben gevraagd door Hidde, zijn galerie. En ik heb eigenlijk mijn beeldende kunstleven een beetje verzakt. Omdat televisie en radio en toneel allemaal ben. Maar ik ben al heel vroeg, vanaf jaren 60 had ik al tentoons. Ik heb internationaal gedongen, ik zit in collecties. Maar de meeste mensen kennen me van Ron Flon Flon of van Annie. Ik heb niet aan roem zitten werken. Ik heb het eigenlijk verwaarloosd een beetje. Maar ik heb internationaal overal wel ook geëxposeerd. Ja. De laatste was een retrospectief in 1997 in Bonn. Dan nu wat van ergens in België, Turnhout ook. Maar ik heb eigenlijk niet in het gebied eigenlijk slecht voor mezelf gezorgd als beeldend kunstenaar. Okay. En toen werd ik ineens gevraagd door Hidde. En toen dacht ik, vind ik toch wel erg fijn dat je ineens voor een ander groter publiek. Ja. En heel vaak ben ik ook niet serieus genomen als kunstenaar, omdat ik ook amusementsprogramma's maakte. Dat kon eigenlijk vroeger niet samen. Later werd ik daarvoor geprezen, omdat ik een hoog en laag kunst verenigde. Maar in ieder geval, ik ben er dol blij mee. Eigenlijk echt waar. Ik vind het zo leuk. Ja. En ik merk ook dat hij die dingen die ik maak, ook, dat hij je daarom geeft. Ja. Dat vind ik toch. Maar toch is deze omgeving natuurlijk, om serieus te zijn, is een serieuze omgeving. En om het werk van de heer Schippers hier te tonen, ik vind dat past. Dit hoort, is onderdeel van een geschiedenis van de hedendaagse kunst. Ja. Zeker voor Nederland, maar ook daarbuiten. Omdat, dat is de grote tentoonstelling een paar jaar geleden plaatsgevonden in Bonn van Wim T. Schippers. En dat is, dat is gewoon zeer bekend, daar is goed over geschreven. Prachtige reviews. Ja. Waarom niet hier in Maastricht op TFAF? En dit werk, heeft een bepaalde titel, een bepaald idee? Iedereen mag zich dat zelf bedenken. Ja, maar dat kan je sowieso nooit iemand verbieden. Nee, gelukkig niet. Nee, maar het is niet iets. Ik maak niet uit. Ik zeg niet dat het iets voorstelt. Dat het iets voor zit, maar het is iets gewoon. Ja. Maar het heeft niet een bepaalde naam of zo. Nee, maar zoals muziek ook abstract kan zijn, dan vragen mensen ook nooit. Ik vind het gewoon mooi, of ik vind het leuk of goed. Maar bij beeldende kunst vragen ze vaak, maar wat stelt het voor? Als je naar een boom vraag je er ook niet. Wat stelt het voor? Eigenlijk een vraag die eigenlijk niet hoeft te stellen. Nee. En kan kijken. En eromheen kan lopen en erover na kan denken en je verbazen. Ja. En that's it.